zo salut. Maar deze dag krijg ik echt heel veel inspiratie. Ik krijg echt heel veel door. Ik krijg heel veel downloads. En de mens is echt een heel apart wezen, man. Begrijp je? De mens doet net of ze echt zoveel weten. Maar we weten helemaal niks. We weten geen eens waar we zijn. We weten niet eens welk jaar het echt is. We weten helemaal niks. Echt para, man. Ik bedoel, van. Ik maak gewoon dingen mee in mijn leven. Weet je, van mensen willen gewoon muizen doodmaken. Die buiten zijn in de tuin of zo. Dat is toch fucking raar. Dus die muis die loopt buiten. In zijn omgeving. Die zoekt eten voor zijn familie. En dan, omdat hij in de tuin is, wil mensen hem doodmaken. De mens is echt apart, man. Bijvoorbeeld, kijk naar de dierentuin. En weet je, dierentuin is echt heel zielig. En ik snap niet hoe mensen dit gewoon net kunnen. Ze willen gewoon niet over praten. En beseffen dat bijvoorbeeld een tijger of zo. Weet je in wat voor omgeving hij normaal leeft? Den Haag bijvoorbeeld is te klein voor vijf tijgers of zo. En dan zit hier, zeg maar, in Blijdorp of weet voor Arthus of zo, zit ze in een kleine kooi of zo. Dat beest kan waarschijnlijk gewoon kruiskade ruiken. Hij ruikt gewoon, patat, alles. Hij ruikt alles. Hij zit gewoon, zijn hele leven zit hij gewoon daar in een kooi. Ook die andere dieren. Ze kunnen zo goed horen, ze kunnen zo goed ruiken. Het is echt wreed, man. De mens is echt een heel, heel apart wezen, man. De mens is echt een heel, 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 heel apart wezen. De mens is echt, jongen. De mens is zelf de bedreiging op aarde. Als je echt eerlijk bent. Weet je, overal waar de mens komt, gek, maakt de mens alles kapot. En ik ben ook een mens, dus ik maak zelf ook shit kapot. Maar ik bedoel, ik ben een beetje van bewust aan het worden. Van hoe, hoe kapot het systeem eigenlijk is. En hoe kapot eigenlijk wij zijn. Weet je, hoe los we eigenlijk zijn van alles. Het is echt gek, jongen. Het is echt gek. Weet je, en met wat ik laatst ook zei, weet je. Ik ga dagelijks zoveel meer mensen dood. Aan de honger, worden kinderen ontvoerd. Vrouwen worden misbruikt en verkracht. Nog steeds dagelijks. En mensen gaan gewoon nog steeds dagelijks dood aan de honger. Er gaan meer mensen dood aan de honger dan aan corona. Maar nu dat het ineens dichtbij komt, wordt het ineens een probleem. Ineens willen mensen nu ineens bang worden en zo. Ik weet het niet, mijn man. Er is echt een serieus probleem. Ik heb er helemaal mijn mond dicht gehouden. Maar nu kan ik het gewoon niet meer doen. Maar ik mag het ook niet meer doen. Weet je, ik moet gewoon nu gewoon helaas. Moet ik gewoon ook gewoon. Maar ja. Het is wat het is. We leren hier allemaal van. We weten helemaal niks. Althans, ik weet helemaal niks. Ik ben ook lerend. Kijk, alles wat ik nu weet. Kan morgen weer gewoon niet meer waar zijn. Weet je, we hebben zoveel dingen waar wij nog achter moeten komen. We hebben bepaalde apparatuur hebben we nog niet om bepaalde dingen te kunnen meten. Weet je, dus bepaalde metingen, bepaalde dingen kloppen gewoon niet eens meer. We hebben gewoon nog niet de technologie. Als je alleen 20 jaar geleden kijkt of zo. Die dingen die we nu hebben, waar 20 jaar geleden, dat zou je niet eens over na kunnen denken. Bijvoorbeeld, ik heb nu een smartwatch. Ik kan daar gewoon mee bellen. Begrijp je, ik kan daar gewoon mee bellen. Gewoon zo, hallo. Weet je, Knight Rider shit. Dat is gewoon nu. En op een of andere manier gaat het allemaal zo snel dat de mens kan gewoon niet wakker worden. Dus ja, is toch best wel logisch dat er zoveel chaos gebeurt toch? Want de mens moet toch weer wakker worden? Kom op man, dit is toch niet meer normaal? Het is al normaal, want het is hoe het is. Maar man, weet je, het is niet van wakker worden van, ja, ik ben wakker, jij slaapt of wat ook. Wakker worden is gewoon, je staat gewoon op. Weet je, je bent klaar met je dutje en staat gewoon op. En dan ga je gewoon verder, ga je doen wat je moet doen. En we moeten eigenlijk echt een beetje om ons heen kijken. En om te zien van, luister dan, wat er nu gebeurt is gewoon gekkigheid. En aan het einde van de rit worden we allemaal vergiftigd. Dan heeft het helemaal niks met kleur te maken of met afkomst te maken. Weet je, we worden allemaal vergiftigd. Ben je klaar? Heb je broek aan gedaan? Oké, broek. Kijk je haar, man. Is goed, man. Ja, jongen. Ik volg jou, ja. Nou, in ieder geval, ik ga hangen. Ja? We spreken later, misschien. Salut!